meteen een prachtig overzicht van je werk, want je gebruikt ook een heel bijzonder materiaal. Ja, ik heb heel veel onderzoek gedaan naar karton. En zowel de structuur van het karton als het materiaal zelf heeft mij heel erg geïnspireerd en weer verder gebracht in de ontwikkeling. En vanuit duurzaamheid wilde ik graag een materiaal, van hergebruikt materiaal schilderdoeken gaan maken. En zo ben ik steeds verder mij gaan ontwikkelen met het werken met karton. Dus ik heb zowel figuratief geschilderd op karton als abstract en geometrisch abstract werk. Ja. Dat karton, welke eigenschappen zijn dat, behalve de duurzaamheid die je inspireren? Nou, het is heel sterk. En uit onderzoek wat ik heb gedaan is gebleken dat je het best goed kan benaderen als linnen. Alleen moet je het dan op een andere manier bewerken. En ik vind het leuke, de gelaagdheid van het materiaal, waardoor je nog meer kunt spelen met de ribbel en de kleur. En zelfs als je het impregneert, zie je dan hier nog weer de lijnen doorheen. En dat, die contrasterende werking vind ik heel erg leuk. Nou, dit is interessant. Ja. 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 En ook vanuit je ideaal voor duurzaamheid. Ja, ja. Ik denk dat we als kunstenaars hele mooie dingen maken. Allemaal maar ook heel veel achterlaten op de wereld. Dus ieder beetje helpt. Dus ik probeer ook met watervermengbare olieverf te werken. En zoveel mogelijk te recyclen. Dit is een echt Baarns bos, geschilderd met watervermengbare olieverf op karton, waarbij ik er ook met jute in heb genaaid. En dit is echt een vroeg werk van waar ik ben begonnen met, kan ik ook op karton schilderen. En hier is het op de plaat geplakt. En hier zie je al dat ik hier nog niet de ribbel in het beeld gebruik. Maar dat doe ik hier wel, zodat als je er verder van afkijkt dat er meer diepte komt, doordat er een laag van het karton is afgehaald. Wat het mooie is dat iedere knoop zijn eigen verhaal heeft. En dat het eigenlijk een soort schatkist is. Dus iedere oma heeft haar knopendoos. En daar zitten ook hele oude knopen in of hele gekke. En door ze allemaal in één kleur te bevestigen, wordt het een soort verhaal van het vergeten goed.